Ik wil graag het debat heropenen. Willen de leden weer plaatsnemen? En mag ik stilte op de publieke tribune? Ja, meneer Quint ziet mij. Meneer Van Menen, ziet u mij ook? Mevrouw Paul? Ah, ze horen het niet. Ja, meneer Peters. Het is 1:15 geweest. Ik heropen dit debat. We spreken met de vaste commissie van onderwijs. Sorry, mag ik wat stilte op de publieke tribune? We spreken met de vaste commissie voor OCMW over passend onderwijs. Er zijn ontzettend veel vragen gesteld door de leden in eerste termijn. Ik zie dikke mappen bij de minister. Nou, we gaan er gewoon met... Sterk bezig. Nou, nee, we gaan moedig voorwaarts, zeggen we dan. Dus aan u de vraag ook om het tempo erin te houden. Ik zou aan de leden willen voorstellen, laat ik dan gewoon zeggen, 4 losse vragen. En als wij dus nog een tweede termijn willen, dan is de tijd alweer beperkt. We gaan het zien. Ik geef het woord aan de minister voor OCW voor zijn bijdrage. De minister. Voorzitter, dank. Als je alles onder controle hebt, ga je niet snel genoeg, zei een wijs man. Ik ga nu al zeggen, ik heb het niet allemaal onder controle en ik ga ook niet snel genoeg. Maar ik zeg ook bij zich tegen de heer Beert, maar ik ben geen mislukkingsfetischist. Dus bij mij is wel datgene wat wel goed gaat, ben ik blij mee. En wil ik ook graag benoemen dat het goed gaat. Al is het maar voor al die mensen die er elke dag heel hard aan werken. Ook mooi was ik gegrepen door de discussie over van wie is dat onderwijs nou eigenlijk. En in ieder geval van wie is het niet. Nou, volgens mij is dat een heel zinnige discussie. En ik voel mij ook geroepen om daar vrij binnenkort ook wat duidelijke kaders nog over te geven. Hoewel ik dat afgelopen jaar al heel subtiel op heel veel voorstellen heb gedaan, zal ik dat ergens komende 2-3 weken nog een keer iets minder subtiel doen als we het hebben over de sturing van het onderwijs. En laatste punt voordat ik begin aan mijn echte inleiding, voorzitter. De 1371 dagen van de heer Quint schaamlood op de kaken. Dus daar schaam ik mij zeer voor. Niet alleen ik, maar gewoon wij als overheid schaam ik mij ervoor. Wil ik zeggen, we gaan het over hebben hoe we dat schaamte gaan wegwerken. En waarom schaam ik mij daarvoor, voorzitter? Vooral omdat, stel je bent ouder en jarenlang ben je al voor jouw kind ook op zoek naar een passende plek. Een plek waar je kind tot recht komt, tot zijn recht komt, ook het beste uit zichzelf kan halen en ook de steun krijgt die hij of zij nodig heeft. En zo'n lange zoektocht, die vreet. Vreet aan je als het niet lukt. Als je soms maanden wacht en hoopt op een bepaalde plek, toch weer niet lukt. En ook nog elke dag weer die stress hebt met elkaar, tussen elkaar, hoe je dat dan toch vindt. En hoe je dat beste wat je wil voor je kind dan waarmaakt. En ja, dat is makkelijker gezegd, want elk kind verdient zo'n plek. Ja, dat vinden we ook. En ja, daar werken we ook altijd aan. Met twee bewindspersonen hier vandaag ook. Ja, onderwijs, zorg, arrangementen, leerlingvervoer. Een heleboel dingen komen vandaag in dit debat voorbij. En dat doen wij, maar niet alleen. Want in het onderwijs werken ongelooflijk veel mensen heel hard hieraan. Leraren, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren. Dag in dag uit doen echt duizenden mensen, tienduizenden mensen, hun uiterste best om leerlingen die passende plek te bieden. En helaas, mevrouw Westerveld zei dat terecht, is dat geen kwestie van revolutie. En zelfs een kwestie van evolutie is al moeilijk. Want als je 2005 hetzelfde zegt als 20 jaar later. Ik zou willen dat als ik zeg, ik zet mij hier 20 jaar naar en ik heb het opgelost, zou ik ook niet weten. Want het is dus blijkbaar heel erg ingewikkeld. Vorig jaar, voorzitter, was dit mijn eerste debat. En dat ging dus over passend onderwijs. En ik heb daarna ook veel gezien. Veel goeds, maar ook veel wat beter kan. En ook wel veel dingen, zeg ik eerlijk, waar ik me over heb verbaasd. Zodat je in de ene regio zie je bijvoorbeeld dat er voltijds hoogbegaafdheidsvoorzieningen zijn. Terwijl in de andere regio zegt men dat het misschien toch niet zou kunnen. Bijvoorbeeld vanwege de beweging naar inclusief onderwijs. Of dat in de ene regio al een heel goed functionerend ouder- en jeugdsteunpunt is. Dat informatie geeft aan ouders en helpt bij de gesprekken met school. Terwijl in de andere regio er eigenlijk alleen nog maar een telefoonnummer is. Of dat er in de ene regio nauwelijks thuiszitters zijn, omdat er dat maatwerk geboden wordt. Bijvoorbeeld via deelname in die onderwijszorgarrangementen waar we straks op komen. Of via het project Wel in Ontwikkeling, waar we ook initiatieven specifiek mee helpen die ook tussen wal en schip zittende jongeren proberen te helpen. Terwijl juist in andere regio's die het aantal thuiszitters juist
toeneemt. Of als het nou gaat om het luisteren naar leerlingen die wat extra's nodig hebben. Hoe het kan dat die ene school leerlingen in alle stappen al betrekt bij hoe het met hen gaat. En hoe het beter kan, terwijl de andere vooral besluiten neemt voor en over de leerling. En het is belangrijk dat we één lijn trekken en deze verschillen ook in een aanpak hebben. Samen daarmee ook het passend onderwijs verbeteren. En daar hebben we de loop der jaren ook een heleboel voorstellen al voor lopen. Nu heeft u ook een voortgangsrapportage van gezien. Nou, terecht dat dat ook heel veel pagina's zijn. Ik heb daar vorig jaar van gezegd, we pakken daar een paar punten uit die we heel specifiek willen aanpakken. En nou ja, dat betekent niet dat ik dat vorig jaar van in een paar dagen heb geregeld. Dat betekent wel dat we nu de eerste resultaten daarvan wel zien. Dus bijvoorbeeld het wetsvoorstel over de positie van ouders en leerlingen, hoe we dat versterken, dat ga ik deze week aanbieden bij de Raad van State. En dat is een stap vooruit, waar het hoorrecht ook wordt vastgelegd. Maar een andere stap is het experiment onderwijszorgarrangement. Dat is in januari gestart. Dat is voor meer dan 5 jaar krijg je extra ruimte, geld, maatwerk, mogelijkheden om leerlingen te helpen. Leerlingen die een schooltrauma hebben opgelopen, een plek nodig hebben waar ze zich veilig kunnen voelen, juist tot rust kunnen komen. En ook leerlingen vaak die nu nog regelmatig thuis zitten, maar dus met dit onderwijszorgarrangement zometeen wel weer naar school kunnen of naar een andere plek die hen helpt. Ook dit jaar start ik, dat is ook op verzoek van uw Kamer, ga dan niet met een wetsvoorstel wachten tot we een experiment van 5 jaar hebben, maar ga dat direct doen. Dus ook dit jaar start ik met het wetsvoorstel. En werken we ook aan verbeteringen voor onderwijs aan jongeren in jeugdhulp en in justitiële inrichtingen. En ook daar had mevrouw Westerveld een paar vragen over, die ga ik zo meteen ook beantwoorden. Ik heb een paar blokjes, dat is het meest handig. Dat is de basis op orde, daar zit eigenlijk alles in wat het meest over gevraagd is. Over de norm, leraartekort, de governance, werkt passend onderwijs. Het tweede blok is dan inclusief onderwijs. Derde is hoogbegaafdheidsonderwijs. Daarna komt verzuim. En tot slot overig. En dan geef ik het woord over aan mijn collega, die ook een, nou ja, één blok heeft met een aantal vragen. Ja. Varia-blok. Het blok Varia van de, ja. Maar hij is wel blij dat hij er de hele dag bij kan zitten, voorzitter. Dat mag ook gezegd. Het is een debatzitter. Dan kom ik op de basis op orde. Heel veel vragen gesteld. Dus ik ga proberen daar ook snel doorheen te gaan. Maar als ik te snel ga, dan moet iemand aan de bel trekken. Dat werkt wel, want dan ga ik langzaam. Ja. Vraag van de PvdA. Eerste vraag, want die vind ik belangrijk om nu te beantwoorden. De stukken van het debat waren heel erg laat. Dat klopt. Dus, en ook te laat. We moeten 10 werkdagen van tevoren bij uw Kamer zijn. Dat is hier niet gelukt. Dus daarvoor excuus. En wij zullen ons leven proberen te beteren. Maar het is een terecht punt. Het is ook zo dat er vanuit de Kamer ook nog extra Kamervragen zijn gesteld. Verzoeken voor brieven kwamen die nog voor het debat beantwoord moesten worden. En we hebben ook maar beperkte capaciteit. Zowel ik als ook de ambtenaren. Dus die, nou ja, die kunnen we 1 keer inzetten. En dat zorgt ook voor extra druk. Dat doen we met ons naar beste eer en geweten. Maar het is wel heel vervelend voor de Kamer. Dus dat neem ik te harte. Het is extra vervelend omdat we net een week daarvoor een gesprek hebben gehad met de commissievoorzitter. En die dat nog eens extra benadrukt heeft hoe belangrijk het is dat het op tijd komt. Dus nou, dat doen we niet meer. Dus de mattenklopper is dit, voorzitter. Dank. Een goede opmerking. Excuus. Dan de inhoudelijke vragen. Naam en rugnummer geven aan de begeleidingscommissie die de norm voor basisondersteuning niet nodig vindt. Nou, volgens mij, ik twijfelde nog of ik die zou gaan geven, die namen en rugnummers. Maar er zijn een aantal partijen eerder die sowieso twijfels hebben gehad bij die norm. In het verleden hebben bijvoorbeeld de PO-raad en de VO-raad twijfels geuit over het nut hiervan. En verschillende partijen hebben ook verschillende verwachtingen bij de concreetheid en ook de invalshoek van de norm. Daarom hebben we toen ook die opdracht extern uitgezet. Nou, dan hoop je dat dat tot succes leidt, dat is niet gebeurd. Daar hebben we dus ook een ander voorstel nu voor, omdat dus, nou ja, omdat die dagen zijn beschamend. Hè, dus om dat wel te laten slagen, maar dan dus eigenlijk naar invulling van gewoon die mensen waar het onderwijs eigenlijk van in handen zou moeten zijn, ouders en leerlingen. Dus eigenlijk helemaal terug naar de basis voor de norm van basisondersteuning.
We zijn ook met hen in gesprek hoe we dat kunnen doen. En wat zij ook nodig hebben om dat goed te kunnen doen. Maar ik heb daar wel heel veel vertrouwen in. Er werd gevraagd door de heer Beerten, maar is die landelijke norm nou een soort afvinklijstje zoals de PO-raad dat schetst? Nou, zij zeggen dat. Er is ook kritiek op het voorstel voor de norm dat, eigenlijk, dat die te weinig duidelijkheid biedt. Daar herken ik mij ook wel in. En ze zijn het met z'n allen eens dat ze zich er niet met z'n allen achter kunnen scharen. Nou, daarom ga ik dat nu anders aanpakken, voorzitter. Vindt de minister het handboek basisondersteuning van Friesland een beter voorstel dan het BMC-voorstel? En is dat ook landelijk in te voeren? Ja, voorzitter, ik vind dat een beter voorstel. Ik vind het ook sympathiek. Ben ook wel van gecharmeerd. Het gaat uiteindelijk niet om wat ik vind. Dat moet ik ook zeggen. Maar het moet werkbaar zijn in de praktijk. Maar dit is wel een voorbeeld wat aangehaald wordt ook door de partijen die ik nu ga vragen om dit uit te werken. En dat is niet alleen omdat het een Fries product is. Ja, dat wil ik niet zeggen, maar dat speelt natuurlijk wel mee, voorzitter. Maar niet in mijn appreciatie ervoor. Erkent de minister dat zo'n norm ook nodig is om goed toezicht te houden op het passend onderwijs? Vraag van de heer Drost. Dat betekent niet dat als hij er niet is, dat er geen toezicht op is. Maar het is wel zo dat het natuurlijk voor alle betrokkenen dan echt duidelijker wordt. Dat is ook waarom we het zo graag willen. Dat was waarom uw Kamer dat ook al heel lang wil. En waar ik uw Kamer ook gelijk in geef. Dan moet het ook wel wettelijk vastleggen. Dus dat zal ik dan ook snel oppakken als we die eerste norm opgeleverd hebben. Die partijen die vragen nu wat is ook realistisch. Die hebben daar, moeten dat natuurlijk ook kunnen vinden, de goede expertise hiervoor. Dus ik denk dat dat in de komende maanden zal gebeuren. Ik hoop ergens Q1 volgend jaar dat zij ook echt daadwerkelijk dat kunnen opleveren. Nou, en dan zal ik aan de slag gaan om dat ook in wetgeving voor te gaan stellen. En hoop ik voor de zomer dan ook een interne consultatie te kunnen doen. Hoe wil de minister voorkomen dat ook deze poging tot een norm strandt? Nou, met eigenlijk wat ik net zei. En omdat ik ook wel zie dat leraren en oude partijen ook deze handschoen willen oppakken. Dus ze zijn gemotiveerd. En ik hoorde ook bijvoorbeeld Thijs erover zeggen. Nou ja, nu moeten we dan ook wel bewijzen dat we het kunnen en dat we het gaan doen. Dus er is ook wel een verantwoordelijkheid bij hen. En ik zie dit ook als kans om via mijn uitgestoken hand die partijen ook weer aan tafel te krijgen voor het vervolgoverleg, ook over bijvoorbeeld inclusief onderwijs. Want als je ergens uit wil komen, moet je met elkaar aan tafel zitten en pas weer weggaan op het moment dat het opgelost is. En we hebben heel veel redenen om met elkaar heel lang aan een tafel te zitten op dit moment. De minister geeft het terug aan de leraren. Hoe ziet hij zich dit voor zich? Dat proces wordt nu uitgewerkt, onder andere met ook de Algemene Onderwijsbond. Zodat het voor hen ook mogelijk is en werkbaar wordt om tot die norm te komen. Wat is volgens de minister het probleem om consensus te krijgen op dit onderwerp? Nou, dat de compromissen nodig zijn waar niemand tevreden mee was. Ja, daar kom je er niet. Dus dan kan ik zeggen, nou ga ik toch al die partijen vragen of ik kies gewoon datgene waar we uiteindelijk, die we het uiteindelijk mee willen helpen. Dat zijn ouders en leerlingen. Nou, dan moeten die norm maar aangeven en dan neem ik die norm over. Dat is eigenlijk wat ik voor ogen heb. De kans daarvoor was om dat met elkaar ook te doen. Nou, dat is niet gelukt. Dus dat gaan we op een andere manier proberen te doen. Ik vind het wel heel vreemd dat er alweer heel veel tijd overheen komt, moet ik zeggen. Maar dat, ja, dat is heel vervelend. Kan de minister uitleggen waarom hij de lerarenvertegenwoordigers nog altijd niet aan de overlegtafels weet te krijgen? Ik denk dat ik net heb gezegd dat ik positief ben over dat zij die handschoen willen oppakken. Maar dat ik ook heel goed begrijp dat als we op grote onderdelen die nogal van belang zijn voor het werk waarmee leraren voor de klas staan en vooral leerlingen het beste kunnen helpen, dat al die omstandigheden op dit moment best wel ingewikkeld zijn. En dat je soms ook als je sowieso het allemaal hoog zit, ook even niet meer weet op welke panelen moet ik nou drukken om het weer onder controle te krijgen. Dus ik vind het belangrijk dat we die allemaal afpellen en ook met ouders en leerlingen en met leraren heel specifiek hen de ruimte geven om al die panelen weer zelf eigenlijk wat meer de regie te krijgen. Dat komen we straks ook nog op een wetsvoorstel waar ik heel nadrukkelijk met ouders en onderwijs contact over heb gehad om te kijken hoe kunnen we dat dan doen als het gaat over verzuim. Dat wil ik ook hier doen met onder andere de AOB, maar ook met ouders en leerlingen op die basisondersteuning. Eigenlijk terug naar van wie hoort dat onderwijs daar te zijn. Dus ik vond dat een mooi thema in het debat, maar dat probeer ik hier ook toe te passen.
En ik hoop dat daarmee iedereen ook weer aan tafel komt. Is eigenlijk geen reden om niet aan tafel te zitten, vind ik ook. Ik mag geen reden veroorzaken om niet aan tafel te zitten. Het mag niet aan mij liggen. Als het wel aan mij ligt, dan probeer het beter te doen. En ik heb de overtuiging dat ik er alles aan doe om die partijen met elkaar aan tafel te krijgen. Concreet tijdpad voor die norm. Vraag van de VVD. Nou, het duurt al veel te lang. Maar we zijn nu, eigenlijk na dit debat, ook met de partijen in de fase dat we een concreet tijdpad ook gaan afspreken. En in ieder geval voor de zomer hoop ik dat wetsvoorstel dan ook een internetconsultatie te hebben. Let wel, zomer volgend jaar. Ja. Hoe wil de minister doorgroei in de specialismen die bij de norm horen stimuleren? Het belangrijke is, daar zit dan eigenlijk een nadrukkelijke vraag ook voor lerarenopleidingen in. Hè? Ik vind het zelf belangrijk dat dat voortouw ook wel daar ligt, bij de lerarenvertegenwoordigers. Die ook dan aandacht moeten hebben voor het loopbaanperspectief, maar daarmee ook voor de lerarenopleidingen. We hebben daar eerder ook al over gesproken, vorig jaar. Ik heb ook al eerder afgesproken met hen dat zij daarbij betrokken zijn. Want je moet leraren in hun opleiding daar goed op voorbereiden. En we maken ook afspraken over de betrokkenheid van lerarenopleiding bij de totstandkoming van die norm. Dus daar moeten gewoon duidelijke afspraken komen. Het is wel zo dat ik dit vorig jaar ook gezegd heb. En ik ook nog wel soms zoek van, hebben we dat nou voldoende stevig gedaan? Dus ik zou ook naar mijn collega Dijkgraaf gaan om dat dit dan wel echt landt. Want ik hoor echt wel van heel veel leraren die zeggen, ja, het is een module. Maar eigenlijk heb ik, zeker ook als je inclusief onderwijs zou willen, dan en met die ambitie hoort het ook dat elke leraar hier ook kennis van zaken heeft. En dat dit niet een soort van een keuze is die je kan maken, maar eigenlijk iets wat je gewoon met elkaar moet maken. Nou, daar ga ik niet in mijn eentje over, maar ik vind het wel belangrijk. Dus het is een terecht punt. Paul vroeg daar nog meer dingen over. Dus die norm moet niet alleen dan duidelijkheid bieden voor leraren, ouders en scholen, maar ook voor de lerarenopleiding. Dus dat zeg ik toe, dat die duidelijkheid voor die opleiding ook van belang is. Dat zij daar ook in meegenomen worden, maar dat ze ook het curriculum dan op aanpassen. Dat is noodzakelijk. En dat neem ik mee in die gesprekken die ik voer. Mevrouw Paul heeft hier een vraag over. Ja. Mevrouw Paul. Ja, dank voorzitter en dank aan de minister. Ik ben ook blij dat dat de minister zelf aangeeft dat hij het gaat opnemen met zijn collega minister Dijkgraaf. En ik zou het eigenlijk heel prettig vinden om daar ook terugkoppeling over te krijgen. Dus wat er dan in concreto mee gebeurt en welke vervolgstappen de heer Dijkgraaf gaat zetten. Kan de minister ons de Kamer daar schriftelijk over informeren? En op welke termijn kunnen we dan... Ja, dat doe ik al 2 dagen voor het debat. Nee, dat doet u dus niet meer. Dat hebben... Grapje. Nee, dat is een terecht punt. Laten wij dat voor de zomer doen. Want dan ga ik ook voor de zomer dat proces ook afmaken met die partijen, zoals het Algemeen Onderwijsbond. Kunnen zij ook vertellen waar zij op koersen? Dan kan ik u dat hele plaatje schetsen met wanneer u wat krijgt. En ook inclusief dit punt. Ik denk dat het ook dat dat gaat. Ja. Dan wat is bezwaarlijk aan het invoeren van norm voor basisondersteuning, vroeg de heer Beertema. Nou ja, bij sommige partijen zijn bezwaren omdat zo'n norm misschien minder ruimte biedt voor regionale invulling. Maar die bezwaren wegen voor mij en ook voor de Kamer minder zwaar dan het belang van duidelijkheid voor leerlingen, ouders en leraren. Dus vandaar dat we het toch belangrijk vinden om dat te doen. Ook na 1371 dagen. Wordt er voor de reparatie van passend onderwijs nog genoeg urgentie gevoeld? Ja. Voorzitter, zoals als ik daar al geen ja op zou kunnen zeggen. Ik merk die urgentie bij u in de Kamer ook, overigens elk jaar ook. Ik heb wel het gevoel dat we soms op dingen... sommige dingen zijn echt wel taai en daar moet je langjarig moet je dat al wel volhouden. Zo'n basisondersteuning is daar een goed voorbeeld van. Dat heb je niet van vandaag op morgen. Als je hem wel hebt, moet je daarna ook wel heel secuur en invoeren en ook verwachten en iedereen aanhouden en in opleidingen. Dus je moet dat dan wel doorzetten. En soms hebben we denk ik te veel allerlei dingetjes en hebben we die focus misschien niet helemaal goed scherp. Daarom heb ik vorig jaar ook die 7 prioriteiten genoemd. En dat doen we natuurlijk dan samen. En ik merk bij al die partijen de urgentie. Structuur van samenwerkingsverbanden strakker vastleggen, vraag van de heer Quint. Ik heb me ook verbaasd over regionale verschillen, dat zei ik ook in mijn inleiding, ook bij die samenwerkingsverbanden. Ik vind ook dat er natuurlijk wel ruimte moet zijn voor die regionale invulling, maar de verschillen zijn soms nu wel echt groot. Daar hebben leerlingen, ouders en leraren ook last van. Ik heb er zelf ook last van, uw Kamer ook. En om die verschillen kleiner te maken gaan we het programma van eisen, waarin de taken en de verantwoordelijkheden van die samenwerkingsverbanden en schoolbesturen staan, ook wettelijk vastleggen. En dat biedt meer duidelijkheid voor alle betrokkenen. Het zorgt ook dat die verschillen kleiner worden, dus die gaan we wettelijk vastleggen.
Hoe kunnen we de medezeggenschap in samenwerkingsverbanden versterken? We gaan zorgen dat het ondersteuningsplanraad, OPR, instemmingsrecht krijgt op de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. En daar zitten ouders, leerlingen en schoolpersoneel in. En dat past ook, hè, dus dat instemmingsrecht krijgt de OPR naast het instemmingsrecht dat zal hebben op het ondersteuningsplan. Dus dat krijgt eigenlijk een soort dubbele instemming. En hier staat de basis en de extra ondersteuning die in de regio wordt aangeboden, die staat daarin centraal. Heer Beertema vroeg nog, hoe kan het dat pas de helft van de samenwerkingsverbanden een onafhankelijk toezichthouder heeft benoemd? Er zijn uit de praktijk wel verhalen dat steeds meer een onafhankelijk toezichthouder aanstellen. Maar daar zijn we blij om, laat ik dat even zeggen. Maar we willen wel echt verder gaan. Dus heer Beertema heeft daar een punt. Juist het feit dat het nog niet overal geregeld is, sterkt ook ons daarin. Dus op korte termijn willen wij ook uitwerken. Dat zien we ook in een wetsvoorstel landen, dat er alleen nog onafhankelijke leden deel uit mogen maken van het interne toezicht. En dat zorgt ervoor dat er echt kritische tegenspraak wordt georganiseerd binnen het samenwerkingsverband. Dat is de toezegging die ik aan de heer Beertema kan doen. We zijn wel, af en toe hoort u van mij wetsvoorstellen, we zijn natuurlijk wel aan het kijken hoe kunnen we dat bundelen. Dus we zijn ook een wat breder gesprek over medezeggenschap aan het voeren en daar zou ik dit dan bij willen betrekken. Ik hoop daar voor de zomer wat zicht op te hebben hoe dat proces eruit ziet. Daar zal ik uw Kamer over informeren. En ik zou in dat traject dit voorstel meenemen, zodat alleen nog onafhankelijke leden deel uit mogen maken van het interne toezicht. Dan, waarom is de motie van de PVV uit 2018 met betrekking tot de ombudsfunctie met doorzettingsmacht nooit iets gedaan? Voorzitter, het is soms lastig om te zeggen waarom er precies niet iets mee is gedaan, want ik heb dat niet helemaal scherp. Ik ben daar niet op alle punten bij betrokken geweest. Maar ik zou zeggen, ik wil dit meenemen in het wetstraject over de onderwijszorgarrangementen. Dus daar heb ik vorig jaar van gezegd die onderwijszorgarrangementen starten. Dat is nu gestart in januari. Maar ik wil dat direct ook in de wet verankeren. Dus dat grijze gebied is eigenlijk tussen ons beiden in. Niet dat jij grijs bent, nog niet. Maar dat gebied spreekwoordelijk waar nu vaak jongeren juist wel geholpen worden. Waar ze eigenlijk bijvoorbeeld in het onderwijs niet geholpen kunnen worden. En er zijn mooie genoemd door de heer Quint, Behalla. Gisteren of eergisteren bij Digibende. Er zijn echt zorgboerderijen. Er zijn een heleboel echt van die mooie initiatieven. Die vallen nu tussen wal en schip. Die willen we met die onderwijszorgarrangementen helpen. Ik kom straks nog even op het voorstel specifiek van de heer Quint. Als dat niet genoeg is, wat kunnen we dan daarbovenop nog meer doen? Maar daar in dat wetsvoorstel, om dat duurzaam te verankeren, neem ik ook dit punt mee. En daar zit ook deels nog de vraag in, bij wie leg je dan die doorzettingsmacht? Hè? Wie is daarvoor het meest verstandig? Daar zit het nog een beetje op te kauwen, zeg ik eerlijk. Alleen de heer Van Meen heeft ook een wetsvoorstel en daar zit ook al een deel van deze problematiek in. Dus we gaan ook, en ik hoop ook dat die snel naar de Raad van de Raad van State terugkomt en kunnen behandelen. Dan kunnen we dat thema daar ook meenemen. Dan kunnen we kijken of het in mijn voorstel moet of dat het nog in het voorstel van de heer Van Meen kan. Op een snellere manier. Dus dat gaan we afstemmen, denk ik. Dan, hoe gaat de minister zorgen dat de leerlingen beter gehoord worden? Dat is de vraag van de PvdA. Dus ik stuur deze week voorstel naar de Raad van State voor advies. En bij de implementatie van dat voorstel willen we ook zorgen dat leerlingen bij nog wat meer onderdelen nog beter betrokken zijn. Dus specifiek bijvoorbeeld LBVSO, die vind ik dat die daar ook een belangrijke rol in moeten spelen. Ik heb met hen afgelopen maandag ook afgesproken dat zij ook een bijdrage leverden bij de communicatie. Maar met name specifiek ook bij communicatie en uitwerking over het ontwikkelingsperspectief aan leerlingen. En dat werk ik nu met hen uit, zodat zij daar ook specifiek een rol in hebben. Weer in de gedachte dat die vraagstukken waar het moeilijk is, weer teruggeven aan degene waar we het eigenlijk voor doen. Hoe kijkt de minister daarna dat het vak passend onderwijs op dit moment wel wordt gegeven op de lerarenopleiding, maar het een keuzevak is? Ik heb daar net eigenlijk ook wat gezegd. Ik vind het eigenlijk dat het geen keuze kan zijn, maar dat het de standaard inhoort. Ga ik niet helemaal over. We hebben wel voor de zomer nog een onderzoek nu lopen. Of we starten voor de zomer een onderzoek waarin we wel proberen ook lerarenopleidingen te helpen bij de keuzes die zij kunnen maken in de kennisbasis en het curriculum. Maar ik heb ook al toegezegd dat we dit ook meenemen bij de basisondersteuning. En dan bekijken of dat aan die keuze voldoende is of dat we dat specifieker moeten opgeven. Als je dat toch één keer goed gaat doen met die basisondersteuning, dan moet je het ook in de lerarenopleidingen doen. Dus dat neem ik mee. Ook in overleg met mijn collega, zoals gezegd. Bent u bekend met onderzoek van Sharon Stellaert? En wat vindt u daarvan?
vraag van mevrouw Westerveld. Dat is bekend, dat onderzoek. Het gaat over jeugdzorg, maar ook over passend onderwijs. Vorige maand heeft Stellaert met ambtenaren van ons en VWS ook gesproken. Daar was ik niet bij. Ik heb wel begrepen dat het eerst aan was. Maar we schrikken ook wel van de bevindingen. En het is ook best kritisch. Daar moeten we dan ook van leren. Zij wijst ook op patronen waar we met elkaar in lijken te vervallen. Onvoorziene effecten van beleid bijvoorbeeld. Waar ook vooraf onvoldoende dan duidelijk rekening mee gehouden wordt. En inderdaad, de uitspraak, we hebben geen behoefte aan nieuwe oplossingen, maar wel aan nieuwe vragen bij onze oplossingen, is een van haar uitspraken. En dat is een gesprek dat ik graag aanga. En ik zou Stella het ook graag uitnodigen om hier verder over door te praten. Hoe wordt nagedacht over de inzet van de boventallige reserves van samenwerkingsverbanden? Mevrouw Westerveld, weet ik dan ook een vraag terugstel. Omdat wij natuurlijk hier uitvoering geven aan de motie van de Kamer. Wij weten op dit moment, om die motie uitvoering te geven, nog niet hoeveel middelen er beschikbaar zullen zijn. Er was een discussie hierover, maar wij gaan natuurlijk gewoon kijken op de data die we daarvoor hebben. Dat is 1 juli, dan zijn de jaarverslagen ook bekend. En over de besteding zou ik formeel gezien in overleg moeten met financiën. Omdat er regels zijn over hoe we met middelen omgaan. Dat is tegelijkertijd natuurlijk een beetje gek. Dat overleg dat is belangrijk. Dus dat, ik zeg niet dat we dat nooit moeten doen. Maar het is een beetje gek omdat dit natuurlijk bedoeld is voor leerlingen. Wij hebben de ambitie om dat met elkaar dan ook te besteden aan leerlingen. En dan gaan we daar iets voor bedenken. Maar dan net voordat we het hebben kunnen bedenken, is het dan ergens anders naartoe gesluist. Ja, dat is precies waarom we deze operatie doen. Omdat we het van de bankrekening af willen houden. Het is geld van leerlingen, van niemand anders. Dus daar moeten we een goede uitwerking voor bedenken. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de guiding die uw Kamer daarvoor ziet, waar specifiek dit gewenst zou zijn. Hè. De heer Quint noemde ook een paar opties, maar die hinkt natuurlijk. Maar de heer Quint hinkt wel op twee, niet op twee gedachten, maar wel op twee opties. Hè. Dus je kan aan de ene kant zeggen, het rommelpotje van de heer Quint wil je, als je dat organiseert, dan wil je niet alleen maar incidenteel dat georganiseerd hebben met dat geld wat nu uit de samenwerkingsverbanden komt, incidenteel van de reserves, maar dan wil je dat structureel geregeld hebben. Dus je hebt twee paden. Je kan kijken of je dat geld nu kan inzetten voor een rommelpotje, maar je zou ook in ieder geval, zou ik zeggen, structureel moeten kijken hoe je daar geld voor beschikbaar stelt. Onderwijszorgarrangementen geldt dat voor 2,5% van het budget hebben ze die ruimte. Je zou kunnen zeggen, daar doen we een eigen spoor in, of we verhogen dat budget op een gegeven moment op, maar daar, ik denk dat we daar, ik kom er straks nog uitgebreider op, maar ik denk dat we daar wel een voorstel kunnen maken. Maar specifiek op dat tijdelijke geld is het even zoeken hoe we dat op een goede manier doen. En daar ben ik ook nog naar aan het zoeken. Met zo weinig mogelijk risico's voordat het niet naar de leerling kan gaan. Dus ideeën die mevrouw Westerveld over heeft, straks misschien in de tweede termijn, helpt ook nog even wat suggesties te krijgen. Ik heb overigens ook dat aan samenwerkingsverbanden gevraagd. Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Of er is geen gehoor aangegeven. Iets van, daar kan ik niet over zien. Maar ik verzamel alle ideeën. Dus ook graag van de samenwerkingsverbanden. Er zitten ook een paar hier. Die zitten elkaar nog aan te kijken. Dus die kunnen mij helpen om daar ook een voorstel voor te doen. Dan is de minister van plan om de generieke korting toe te passen bij de samenwerkingsverband tot niveau van de reguliere reserves. Omdat het nog niet mogelijk is om op individueel niveau te korten, maak ik gebruik van de generieke korting. Dat betekent dat ieder samenwerkingsverband op dezelfde wijze gekort wordt, ongeacht de hoogte van de bovenmatige reserve. Die generieke korting is niet fijnmazig. Dat ligt aan de uitvoering. Of is niet de schuld van de uitvoering, maar is wel dat wij er niet rekening mee hebben gehouden dat je dat op zo'n manier een keer zou moeten doen. Het is dus ook niet mogelijk dat dit ervoor zorgt dat elk samenwerkingsverband tot dit reguliere niveau komt. Daarom hebben we gezegd, samenwerkingsverbanden die geen bovenmatig eigen vermogen hebben, worden dan sowieso gecompenseerd. En wat mij betreft, dat probeer je natuurlijk op dezelfde dag te doen, dat je daar eigenlijk geen verschil merkt. En ik wil bij het bepalen van die korting wel ook natuurlijk zorgvuldig te werk gaan. Zoals ik ook in de brief heb aangegeven, ben ik de komende jaren ook in die nodig voornemens een soortgelijke korting ook toe te passen, in afwachting van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel handhaving reserves. En dat geldt overigens hier niet alleen voor samenwerkingsverbanden, maar voor het hele onderwijs. Er zijn 60% van de scholen heeft ongeveer een bovenmatig eigen vermogen. Dus geld als van leerlingen, dat moet daar ook naartoe. Er is ook genoeg reden om het er naartoe te brengen. Als het er niet naartoe gaat, vraag ik het nog een paar keer, maar het moet wel gebeuren. En anders moeten we daar ook maar iets voor doen. Maar dat hoop ik niet. Op dit moment weet ik ook nog niet, even specifiek die samenwerkingsverbanden, hoeveel dus een eigen vermogen hebben. Hoeveel bovenmatig eigen vermogen er eind 2020 bij die samenwerkingsplannen was. Dat weten we op 1 juli.
En dan maak ik gebruik van die gegevens voor het vaststellen van de korting. Plus, nou, de suggesties hoop ik van uw Kamer om vervolgens ook daar in die herverdeling de bestemming en de toepassing goed te regelen. En dat zou best nog wel als een soort ingewikkeld plaatje. Ja, op de samenwerkingsverbanden. Ik zit nog eentje op. Er zijn natuurlijk een aantal vragen, logischerwijs ook, op de samenwerkingsverbanden en de financiën daarvan. Ja, de SGP. Ja, de heer Bisschop had daar vragen over. Dus die zou die anders misschien u toch wel gaan stellen. Dus ik kan dat antwoord aan de heer Bisschop nog even afmaken. Wil de minister de aanpak met betrekking tot ingreep van dit jaar heroverwegen? Het antwoord daarop is nee. Samenwerkingsverbanden hebben al langer bovenmatig eigen reserves. Ze bouwen die af, maar niet zo snel als eerder afgesproken. Het is overigens een afspraak die ik nooit gemaakt heb, maar mijn voorganger heeft die gemaakt. Ik zag die afspraak en ik denk, dan houden we ons ook aan de afspraak. Er is al zoveel dingen in het onderwijs waar we soms vaag over zijn, dat ik behoefte heb om, als we een regel hebben, ons daar ook aan te houden. En over het algemeen is de heer Bisschop dat ook met mij eens. En in dit geval worden we het misschien niet eens. Maar dat is wel de lijn die ik eigenlijk eerlijk gezegd op basis van uw Kamer volg. Ja, is dit een logisch moment voor een vraag van de Kamer? Voor mij wel. Ja. Mevrouw Westerveld was eerst. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, dank aan de minister voor de heldere antwoorden. En ik ben het helemaal met hem eens. Als je afspraken maakt, dan moeten we ook zorgen dat we ons daar allemaal aan houden. Dat geeft ook gewoon een stukje duidelijkheid. En dan over de bestedingen, want volgens mij is het... Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat wij natuurlijk als Kamer willen dat dit geld inderdaad gaat naar leerlingen die passend onderwijs nodig hebben of die nu soms thuis zitten. En dan kunnen we allemaal wel in de afgelopen jaren, sterker nog, we hebben allemaal in de afgelopen jaren al verschillende mooie initiatieven ook genoemd aan deze minister en zijn voorganger van... van mooie projecten die kinderen onderwijs geven of een hele nuttige dagbesteding en die strikt genomen niet onder onderwijs vallen. De heer Quint en ik hebben bijvoorbeeld al eens gepleit om samen naar schoolklassen ook gewoon aan te merken als onderwijs. Hè, dat gaat over kinderen die soms een ernstig meervoudige beperking hebben, die dan zelfs een ontheffing van de leerplicht moesten aanvragen om uiteindelijk in aanmerking te komen voor zorggeld en daarmee dus naar zo'n samen naar schoolklas te kunnen gaan. Ja, dat willen we met z'n allen natuurlijk niet. En zo zijn er natuurlijk verschillende... zij zijn inmiddels... zijn zij ook aan het uitbreiden. Dat willen we ook met elkaar. Zo kunnen we volgens mij allemaal genoeg projecten ook aangeven waarvan je juist zou willen dat ze blijven bestaan. En dan ben ik er natuurlijk ook voor dat we op lange termijn ook zorgen dat er een structurele financiering komt voor dit soort mooie projecten die soms inderdaad strikt genomen niet onder leerplicht vallen, omdat het iets anders is, omdat het gewoon niet een standaard setting is. Dus dat wilde ik de minister vooral meegeven. Okay. Geen vraag. Maar dank voor die suggesties. Ja. Ik zag de heer Bisschop. De heer Bisschop op dit punt? Ja. Ja, ik zit ook even. Ik zag net andere vingers. Ja, ik heb niet over de financiën, maar over het punt ervoor. Dus oké. Okay. Het gaat nu even over de financiën samenwerkingsverbanden. De heer Bisschop. Voorzitter, dank. Wij zijn het, denk ik inderdaad, wat mevrouw Westerveld zegt, allen eens over de besteding van dat soort gelden, dat daarvoor verstrekt is, dat dient tot ondersteuning aangewend te worden van die leerlingen die dat nodig hebben. En terecht, als er dan afspraken worden gemaakt over besteding van bovenmatige reserves, dan moeten die nagekomen worden. Alleen, mijn verhaal is, er is met de ambtsvoorganger van deze minister een afspraak gemaakt. En dan kan de minister zich daar niet achter verschuilen. Want ik dacht van, nou, daar hou ik me aan. Ja, natuurlijk. Voor een betrouwbare overheid is consistentie in het nakomen van afspraken van belang. Alleen, waar ik de vinger bij leg, is als je kijkt naar de cijfers, dan, dat heeft collega Drost heeft dat keurig opgezond, dan zitten ze feitelijk op schema. Als je de extra gelden even buiten beschouwing laat, daar kon ook niet op afgesproken worden. Daar kon er geen afspraak over gemaakt worden. Want toen dat plan van aanpak werd gemaakt, waren die extra gelden er niet.
Het enige is dat ze niet op nul uitkomen, die samenwerkingsverbanden, aan het eind van het jaar. Maar etelijke tientallen miljoenen daarboven. En dat zou je misschien kunnen verklaren door een paar jaren COVID of iets dergelijks. Dat zou zomaar kunnen. En daarom is mijn pleidooi, minister, ga met de samenwerkingsverbanden om tafel. Hou dat actieplan tegen het licht. Actualiseer het, inclusief de extra gelden, zodat het goed weggezet wordt. En als er sprake is van het niet nakomen of het falen van uitvoering van afspraken, ben ik het met de minister eens. Dan hoort de minister mij niet. Maar ik vind dit zo overduidelijk een ongelooflijk goede stap in de goede richting waar we heen moeten. En dat ik de minister echt op het hart wil binden. Kijk er met de samenwerkingsverbanden naar en kom eruit. En een generieke korting met dan terugbetaling enzovoorts. Mensen, wat halen we ons op ons dak? Dat moet je niet willen. Kan de minister dat een beetje meevoelen? Hey, voorzitter, minister. Als ik niet onder de minister wil, ik dacht, dit ga ik eens even lekker doen. Ik ga zorgen dat geld wat we hebben voor onderwijs gaan we besteden aan leerlingen. Het is belangrijk, volgens mij zijn we daarover eens, dat goed dan geld goed wordt weggezet. Ook als het corona geld is. Hè. Dus dat is bedoeld voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Zou zomaar kunnen in coronatijd dat juist die leerlingen die het al lastig hadden, dit geld goed zouden kunnen gebruiken. Dan zeg ik, zorg ervoor dat dat geld bij hen terechtkomt. Dat heb ik niet één keer gezegd, niet twee keer, ik heb ook al drie keer gezegd. In elke brief weer, als die monitor kwam, zei ik dat weer, zorg dat dat geld uitgegeven wordt. Nou ja, ik vind ook zo'n realistische discussie op een gegeven moment als mensen zeggen, ja, maar ik wil helemaal geen geld. Nou, had geen geld gegeven, hadden we geen probleem. Nou, oké. Okay. Hebben we wel geld gegeven, geven het dan weer terug. Hebben we ook geen probleem meer. Kunnen het wegzetten waar het nodig is bij leerlingen. Dus ik snap eerlijk gezegd niet zo. Ik snap de gedachte van de heer Bisschop eigenlijk niet helemaal. Kan ik eigenlijk niet helemaal volgen. Daarnaast is het ook al zo dat die afbouw als in 2021 was die maar 29 miljoen in plaats van de begrote 62,5 miljoen. En dus het, los van de bedragen gaat het wel gewoon om percentueel echt het fors niet leveren van de inspanning. Maar ik wil helemaal, ik zeg niet in zo'n discussie zitten. Ik wil gewoon zorgen dat dat geld op de goede manier terechtkomt. We hebben allemaal mensen die dat uitstekend toe geëquipeerd zijn om dat te doen. Als die dat niet hebben, hoop ik dat die mensen zeggen, nou jongens, je kan het op een andere manier misschien beter besteden. Ik ga meedenken hoe we dat kunnen doen, zodat er bij alle leerlingen terechtkomt. In plaats van, ik ga hopen dat in de Kamer mensen zeggen dat het waanzin is. Ik vind dat weer waanzin, volgens mij. We zijn aan het kijken, hoe krijgen we dit naar leerlingen? Ik heb daar met samenwerkingsverbanden over gesproken. Ze wilden geen voorstel leveren. Zij wachten het debat af, prima. Ik wacht het voorstel af. Okay. De heer Drost moet de vraag. Dank u wel, voorzitter. Ik ben het eigenlijk gewoon helemaal met meneer Bisschop eens. Maar ik wil proberen eruit te komen ook vandaag. Want u gaat de komende maanden dit uitwerken. En ik wil een toezegging van de minister horen dat het niet de intentie is, dat hij dat ook niet gaat doen, dat wij samenwerkingsverbanden onder water gaan duwen de komende tijd. Ook niet eind van het jaar. Zodat wij niet hier volgend jaar, of op de tribune of in onze mailboxen, ouders hebben van leerlingen of orthopedagogen of leraren die vanwege die korting die we nu gaan toepassen op enige manier geen toegang meer tot zorg kregen of tot hulp vanuit hun samenwerkingsverband. Die toevoeging wil ik graag hebben, hoe je het ook verder regelt. Ik vind het ten diepste dat wij bezig gaan een jaar te vroeg met rondpompen van geld. Daar voel ik volledig met meneer Bisschop mee. Maar we moeten niet gaan overgaan tot echt het onder water duwen van mensen die goed hun best hebben gedaan, net boven het grensje of net eronder zaten en daardoor in de problemen komen. Ja, precies, voorzitter, en dat is precies waarom ik dit doe. Want dat is nu wat er gebeurt. Dus er is namelijk geld voor mensen die nu onder water geduwd worden, die op sommige samenwerkingsverbanden waar niks is, die hulp heel goed kunnen gebruiken. En als het aan u ligt, op deze manier, ik zeg het ook wat hard, dan blijven die mensen in die positie. En ik zeg, dat geld kunnen we beter besteden. Dus niet kijken in het hokje, maar naar iedereen die we willen helpen. Dat is waarom we dit voorstel doen. In uw voorstel doen we precies wat u eigenlijk niet wil dat we doen. Vraag van de heer Beertema. Ja, nou ja, een verhelderende vraag. Ik lees ergens, volgens mij was in die brief van de PO-raad, dat grote reserves worden aangehouden omdat Duo onzorgvuldige en verlaten info rondstuurt met kengetallen die slecht te lezen zijn. En dan denk ik, dus de kengetallen zijn slecht te lezen. En dan lees ik over een samenwerkingsverband in Amsterdam dat tot 11,7 miljoen aan reserves aanhoudt, oplopend. Met een signaleringswaarde van 2,7 miljoen zitten 9 miljoen daarboven, omdat de kengetallen van Duo niet goed te lezen zijn. Ja. Ik vind dat een wonderlijk verhaal. Ik zou toch een appreciatie van de minister willen op deze uitspraak. De minister?
Ja, voorzitter. Belangrijk om te zeggen, het zijn een aantal variabelen. Dus dat ging deels over het geld van corona, ging over BTW, het gaat over deze gegevens van Duo. Die ik niet ontken dat dat soms ingewikkeldheden kunnen zitten in de berekening van het budget. Hè. Daar kijk ik wel doorheen voor wat betekent dat in grove lijnen gewoon voor de reserves en de afspraken die we maken. Want daar vind ik het mechanisme belangrijker dat we dat geld effectief besteden aan de leerlingen die het nodig hebben, dan dat we het risico lopen dat het ergens blijft liggen. Dat in algemene zin. Maar ontslaat mij niet van de verplichting om te zorgen dat gegevens van Duo in de kijkglazen, de heer Bisschop noemde daar ook, refereerde ook naar, dingen die we kunnen doen rond die BTW, dat ik daar natuurlijk ook huiswerk te doen heb. Ik zeg ook niet dat hier maar huiswerk van één kant is. Ik heb dat ook te doen. Ik heb ook huiswerk te doen om deze regels niet alleen toe te passen bij samenwerkingsverbanden, maar ook voor andere scholen. Dus ik ben dat nog niet. Kost ook tijd om dat te doen. Maar dit gewoon administratieve punt, ja, dat moeten wij ook verbeteren. Ik heb dat ook gehoord. We hebben natuurlijk wel gekeken, is dat dan fair, als je kijkt naar de totale afbouw, ja, daar zit dan echt nog wel een punt wat je ook prima kan maken. Dat heeft de Kamer ook gemaakt. Dus dan, dat heb ik daarom ook kunnen maken naar die samenwerkingsplannen. De heer Van Menen, met een vraag. Ja, voorzitter, de heer Bisschop die heeft een wellicht gedeeltelijk geslaagde poging gedaan om het bedrag van die reserves zo klein mogelijk te laten lijken. Maar ik ga nou weer even de andere kant op redeneren, want ik hoor heel veel geluiden uit het land, ik heb het ook wel eens vaker hier gezegd, dat de samenwerkingsverbanden in hun bezigheid om hun reserves te verkleinen vooral veel aan scholen gaan overmaken. Dus met andere woorden, de reserve van de samenwerkingsverbanden gaat dan in de reserve van de scholen. En dan is het op de samenwerkingsverbanden, lijkt het weer wat, en dan krijgen we het op de scholen. Dus ik zou de minister willen vragen, ik las in de brief dat hij 1 december 2022 als pijldatum nam. Ik zou echt ook nog even iets verder terugkijken als ik hem was. In ieder geval laten we het niet laten gebeuren dat hier een soort administratieve beweging komt die net lijkt alsof er geld uit de reserves verdwijnt en naar kinderen gaat, terwijl het naar andere reserves gaat. De minister. Voorzitter, dank. Begrijp die vraag. Ga ik ook nog, wil ik nog even goed naar kijken. Het is wel de reden dat ik die brief ook na 31 december heb gestuurd. Met de oproep om wat langer terug te kijken. De heer, maar die zal ik meenemen. Peters, die zal ik meenemen. Ja. Neemt de suggestie, minister neemt de suggestie van de heer Van Menen mee. De heer Peters. Kijk, voorzitter, ik denk, het zal aan mij liggen, maar ik begrijp het gewoon niet helemaal. Er is een beweging naar kleinere reserves. Al dan niet hard genoeg, maar die beweging is ingezet. Dat misschien niet allemaal lukt. Dat kan door allerlei dingen komen. Door Duo blijkbaar, door BTW en nog wat andere dingen meer. En er zijn samenwerksverbanden die er een potje van maken. Dan zou ik zeggen, pak dat lijstje van de AOB. Welke samenwerksverbanden maken er een potje van? Fiets er langs en zeg dat er afgelopen moet zijn. In plaats van dat we iets gaan optuigen met een generieke korting, waarbij allemaal, ik snap het wel, die samenwerksverbanden die denken, ze gaan mijn geld afpakken, ik ga een truc verzinnen. Of ik ga, weet ik het wat ik ga doen, ik ga dadelijk zeggen dat het niet kan en niet mag. Of dat je me om zeep helpt als samenwerksverband, dat er kinderen de dupe zijn. Je creëert een hoop weerstand, terwijl ik denk, of met de auto met chauffeur, maakt niet uit. Maar je gaat erheen en je zegt tegen diegenen die het niet goed doen, dat vreet ik niet en bij jou haal ik het weg. En bij de rest die niet. Ja. Heldere vraag. De minister. Ja, voorzitter, even in de kern, hè, want het vervelende van dit debat is dat het lijkt alsof die samenwerkingsverbanden niks goed doen.